afspraken heb ik tijd voor samenwerking met de burgers en ontwikkeling van Leiden. Nou, daar wil ik graag op terugkomen met het Groene Ideecafé. Er zijn ontzettend veel actieve burgers in Leiden die graag samenwerken. En het is toch mooi om te maken. Ja, het is een uitnodiging voor goede samenwerking. Oké, okay. En het is een speciale dag voor deze Valentijnsdag. Jazeker. Dat, ja. Dat verklaart een mooi hart. Inderdaad. Ontzettend bedankt. Ik ga alle harten lezen. En dan vind ik het ook wel leuk. Vind je het leuk om op dit beetje café te mogen komen? Ja, dat lijkt me hartstikke leuk om over de toekomst, de groene toekomst te praten. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, oké. Okay. En daarvoor komen jullie zo binnen van? Ja. Oké. Okay. Nou, ik kan alleen maar bedankt zeggen. En ik vind het ook wel... Soms is het een beetje, dan wordt het zo'n algemeen soort conceptueel verhaal dat je bewoners erbij moet betrekken. Ja. Bij het beleid dat we hier vanuit het stadhuis met elkaar te maken zijn. Maar volgens mij is het ook zo dat wat jullie doen, althans wat ik over deze nieuwsbrief, als het gaat over de creativiteit of de ideeën, of in ieder geval de kennis ook, die is volgens mij meer dan voorhanden. Niet alleen in het stadhuis, ja. Maar vooral ook bij mensen zelf. Ja. Dus dat lees ik over jullie. In die, dus daar is volgens mij volop aanwezig. Nee, er zullen ook ongetwijfeld ideeën bij zitten waar je niks mee kunt. Maar er zijn ook altijd hele leuke, positieve ideeën. Ja, die echt de ruimte moeten krijgen. Oké, zal ik er eentje doen dan? Beste Frank, dromen over mijn groen kom ik automatisch op ons groen. Mijn groen, ons groen. Onze gezamenlijke groentetuin Kronenstein. De pluktuin. Van Paul, van ons, die van mijn ouders, laten we zorgen dat die vorm snel werkelijkheid wordt. Van Paul van Steen. Ja. Oké, nou heel erg bedankt. Ja. Ik ga ze direct allemaal lezen. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. En happy Valentine. Ja. Ja.